Hi, hierbij eventjes een andere opening van deze weekvlog, want ik wilde namelijk heel eventjes wat zeggen. Deze weekvlog is, zoals ik al in het intro zei, een beetje all over the place. Dit is namelijk een weekvlog van de afgelopen 2 weken, maar met allemaal kleine fragmenten, aangezien ik niet de hele week heb gefilmd, allebei de weken niet. Maar ik wilde toch heel graag nog wat online zetten van deze 2 weken. Dus daarom is dit een beetje een chaotische all over the place weekvlog. En dan snappen jullie ook waarom ik echt opeens van woensdag naar zaterdag spring en van zaterdag naar dinsdag. En de vlog niet eens afgesloten heb. Maar goed, ik wilde toch dit eventjes met jullie delen. Want ik vind het gewoon leuk om dingen van mijn leven online te zetten. Vanaf nu ga ik weer proberen om beter te vloggen. Deze week ben ik al goed onderweg. Dus als het goed is komen er weer leukere vlogs aan waarin ik meer film en meer laat zien. Ik ga volgende week ook naar Londen. Dus jullie kunnen ook binnenkort een Londen vlog verwachten. Dus het komt helemaal goed. Ik had het gewoon echt heel druk met tentamens. Waardoor mijn vlogs een beetje... Ja, mijn vlogs werden een beetje aan de kant geschoven. Maar goed, ik hoop dat jullie dat begrijpen. En dan ga ik nu weer een beetje beter mijn best doen om leuke vlogs te uploaden. Want dat vind ik zelf ook heel erg fijn. Dus ja, laat ik nu verder niet te lang praten. En laten we gaan beginnen met deze all over the place weekvlog. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben vandaag echt extreem vroeg. Het is nu 7:50 en ik ben ready om te gaan en mijn les begint om 9:15. Waar ben ik eigenlijk heel erg blij mee, want ik ga nu naar school, ga ik lekker even rustig inzingen voordat de les begint, want het is gewoon altijd fijn, een goede stemopwarming voor mij om de hele dag weer door te komen. Dus ja, ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik vandaag zo vroeg ben. Ik weet niet, ik werd gewoon eerder wakker. Ik ben een kwartier eerder mijn bed uitgegaan dan normaal. Ik weet niet eens waarom. Ik kon gewoon niet meer slapen en ik dacht, ik ga er maar gewoon uit. Dus ja, nu ben ik echt super vroeg klaar. En nu ga ik lekker naar school. Dus dat is super fijn. Ik heb vandaag een mega lange dag tot 9:30. Dus ik denk dat ik verder vandaag niks meer vlog. Maar goed. Het is echt druk op school nu. Maar het komt allemaal goed, dus ja. Zo, goedenavond mijn vrienden. Dit is hoe ik er nu uitzie. Beter dan dit gaan jullie het eventjes niet krijgen op dit moment. Ik had vandaag weer een lange dag. Ik was weer pas om 8:30 thuis of zo. En toen ben ik daarna gelijk gaan eten en leren. Dus vandaar dat ik niks echt heb gefilmd. Ik kan dit even scherp. En nu even bezig met mijn tas inpakken, want ik heb morgen weer een hele lange dag. Ik heb sowieso les tot 6:00. En daarna ben ik van plan om op school te blijven om te leren. Want ik heb donderdag mijn tentamen voor cultuurgeschiedenis. En ik weet even niet waar ik alle tijd meer vandaan moet halen. Ik moet nog heel veel doen. Ik heb weer mijn vlog van vorige week niet kunnen editen. Maar ik moet gewoon nog zoveel doen. En ik heb zo weinig tijd. En het is zo druk. En ik weet gewoon even niet meer waar ik de tijd vandaan moet halen om alles te kunnen doen. Adem in, adem uit. Want het is veel. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Oké, in ieder geval goedemorgen. Ik ga nu de deur uit. Wacht, ik moet parfum opdoen. Ja, weet je, we moeten toch lekker ruiken, hè? Ik bedoel, hallo. Je hebt trouwens dit parfum van de Zara. Het heet Fields at Nightfall. En ik vind hem echt heel erg lekker. Ik kan hier vloggen en dingen doen tegelijk. Dit is echt moeilijk. Ik ga dus nu naar school. Ik zit vandaag van 9 tot sowieso tot 6:15 op school. En ik ga daarna studeren. Dus het wordt een lange dag. Ik heb eten mee. Zodat ik niet naar huis hoef om avondeten te eten. Ik heb er wel zin in. Want daar heb ik vandaag weer tap. En daar heb ik heel veel zin in. Het is wel onze laatste les. Dat vind ik niet zo heel erg leuk. Maar goed. Het is trouwens ook mooi weer vandaag. De zon schijnt. Yay. We hebben zo meteen spreekstem. Het is hier super gezellig met de klas. Super. Hallo. We zijn helemaal in de relax modus. Hallo. Okay, Sjoerd gaat nooit vlogger worden. Sjoerd houdt niet zo van vloggen. Nee. Hè, Sjoerd? Klopt. Sjoerd vindt het niet zo leuk. Ja, nou. Mukbang. Weet je wat dat is? Wat? Een mukbang. Ik moet denken aan iets van McDonald's. Mukbang. Gewoon vloggen en eten tegelijk eigenlijk. Zitten ze hoor. Ik heb gisteren een feestje gehad van mijn broertje en mijn stiefzusje. Die zijn allebei 18 geworden. Of tenminste, mijn broertje wordt nog 18. En mijn zusje is dat in maart geworden. Dus die vierden gisteren samen hun 18e verjaardag. Wat echt mega leuk was. Mega gezellig. Nou, en het is nu echt super vroeg. 8:00 of zo. Want ik ga zo meteen weer terug naar Tilburg. Ik ben dus even voor een nachtje thuis geweest. En nu ga ik weer lekker terug.
Want vandaag is het concertje van de vooropleiding. En ik moet nog repeteren vanmiddag. En ik moet heel veel gaan leren dit weekend. Dus dat is leuk. Ik heb echt kriebel in mijn neus. Dus ik denk zo meteen gaan niezen. Dus ik ga lekker weer terug naar Tilburg. En vind ik eigenlijk best wel jammer. Want ik had eigenlijk ook wel hier willen blijven. Maar het is niet anders. School, ik ben lekker aan het dansen met Niek en met Lies en met Bjorn en met Filip. Oh, dat is niet vergeten. Ik heet er. Ja, maar ik ga eigenlijk wel zo naar huis, denk ik. Maar dat zeg ik eigenlijk al een uur, dus. Dat zei ik echt een uur geleden ook al, dus. Ik ga naar Tap Springs, dan doe ik niet mee. Dat ga ik echt niet doen. Adieu. Ik zie er echt intens slecht uit, maar dit is letterlijk hoe ik mijn bed uit ben gerold. En ik zit hier nu echt al 3 uur te leren. Het is ook echt een troep hier op deze tafel. Maar goed, ik heb dinsdag namelijk kennis van het instrument tentamen. En dat is het enige tentamen waar ik nog echt heel veel voor moet leren. Ik ben dus echt al 3 uur aan het leren, maar het is zo ontzettend veel. En ik vind het ook best wel moeilijk. Het gaat zeg maar over je stothoofd, je stembanden, over hoe ademen werkt, over allerlei zangtechnieken, over heel veel. En ik ben gewoon veel te laat begonnen. Ja, ik ga nog even door. Ik wil niet meer, ik ben er echt klaar mee, maar ik moet nog eventjes een uurtje door voor mezelf. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag wat eerder naar school gegaan. Ik heb eigenlijk om 10 voor 11 pas mijn eerste tentamen. Maar ik ben om ongeveer 9:30 naar school gegaan, zodat ik even lekker kon zingen. En ik heb dus om 10:50 mijn pianotentamen, dus dat ga ik nu even voorbereiden. En vanmiddag nog kennis van het instrument. En dan vanavond zijn de overgangstentamens van de derdejaars, waar ik echt super veel zin in heb. Een overgangstentamen is eigenlijk gewoon, ja, dat doe je in je derde jaar. Dan zing je een aantal nummers achter elkaar en daar kan je dan je eigen concept omheen bouwen. Dus het is eigenlijk een beetje een solo voorstelling. Dus dat is echt super leuk. Dus dat is vanavond. Maar goed, ik ga nu even piano oefenen. Thuis. Vanavond waren dus de overgangstentamens van het derde jaar, of tenminste niet iedereen, maar een paar. Ik ben er echt helemaal een beetje van de kaart. Ik weet niet, het was zo goed. Ik was echt een beetje emotioneel erdoor en ben echt super trots. En gewoon heel bizar dat ik deze opleiding mag doen en dat ik ook ooit zo'n overgangstentamen ga doen. Ja, het was echt, echt oprecht heel erg goed en mooi en I don't know, ik ben gewoon echt een beetje, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik deze opleiding mag doen en dat besef je gewoon heel erg als je daar zit. Het was echt ontzettend mooi en weer heel erg veel inspiratie uitgehaald of zo en motivatie vooral ook. Dus nu ga ik snel slapen, want ik heb morgen om 9:00 weer een tentamen. Morgen komt 9:00 spreekstem. En dat gaat eigenlijk gewoon over praten, articulatie, resonans. Gewoon correct praten, correct Nederlands. Correct goede uitspraak. Dat soort dingen. Dus ik ga snel slapen, want ik ben ook echt super moe. En ja, ik heb echt slaap nodig. Dus welterusten.